Niels de Schepper is na een jaar cabaretstilte helemaal terug. Dat is een universum op zijn eigen. En alles wat daarin stikt, dat verdwijnt daarin. Hè. Ja. Ja, en telt niet van een grotere chacos te komen. Die zit nog even goed, nog altijd bomvol. Hè. Dat is toch... Allee, wat zijn we? Ja, kousen en ja, een onderbroek. En febreze. Allee, wat zit... Ah, hier voel ik iets. Plezant. Je hebt de groeten van Tarzan. Ja, veel mensen komen naar de voorstelling en dan schrijven ze van tevoren: wij komen u redden. Ik vind dat heel sympathiek. Zo gered moet ik nu niet worden, maar het gaat over het feit dat iedereen in zijn leven dingen meemaakt en dat je af en toe hulp nodig hebt en dat je de armen niet kunt uitsteken. En daar gaat het in feite diep in wezen over, maar dan op mijn manieren met veel grappen en grollen en plezier. Maar ook over de zaken in het leven die ik heb meegemaakt en die mij heel erg hebben geraakt en die pijn hebben gedaan en hoe dat je die verwerkt. Hey, als het even niet meer gaat, als alles tegenslacht, hier wordt het niet gewaar, we schuilen bij elkaar. Laat alles maar passeren, het tij zal ooit eens keren. Hier voelt dat niet zo zwaar, we schuilen bij elkaar. Waar ik op drijf en waar ik op wil drijven in mijn leven en in wat ik maak, is authenticiteit. En ik denk dat we daar een groot gebrek aan hebben vandaag de dag. Ik ben ontzettend blij dat mijn voorstellingen blijven draaien na zoveel jaren. Maar ik werk ook niet aflatend aan mijn kwaliteit en aan zo echt mogelijk zijn. En dat raakt mensen. Mensen willen geraakt worden. Want alle leugens, in tijden van Trump, men weet het ook heel vaak niet meer. En als je het gevoel hebt van dit is echt en ik word hier... Ja, iemand reikt zijn hart naar u uit en jij kunt dat ontvangen. Dat is hetgeen waar mensen voor buiten komen. Dus ik ben heel blij dat ik dat kan, dat ik dat kunstje heb. Ik zie dus echt niks meer. Ik ben zo blind als een mol. Ik heb nu zelfs al een bril nodig om mijn bril te kunnen vinden. Ken je dat? Ja, ouder worden, hè? Ja. Ik ben dit jaar 51 geworden. Ja. Ik weet wat je denkt, zouden niet zeggen. Hè? Ja. Hoe doen ze zij dat? Formol drinken? Nee. Mijn geheim. Iedere dag 10 minuutjes, niet meer, 10 minuutjes in de droogkas en kreukvrij. Ja.